Nijnse Granico is een familiebedrijf, opgericht door mijn opa in 1938, dus nu 75 jaar geleden. En wij produceren diervoeders voor varkens en daarnaast samelen wij levensmiddelenresten in bij levensmiddelenfabrieken. De bedrijfsactiviteiten van Nijnse Granico lopen van het inzamelen van levensmiddelen, het logistieke traject van leverancier naar Nijnse Granico toe, de hele verwerking die ertussenin zit, tot halffabrikaten en grondstoffen voor diervoeding en vervolgens het produceren van complete diervoeders. Fortiboost is onze nieuwste innovatie. Dat is een kant-en-klaar biggevoer, wat verstrekt wordt in de kraamafdeling op een boerderij. En net zolang als aanvullend voeder toegepast kan worden, totdat de big gespeend wordt van de zeug. Maar wij zien heel veel mogelijkheden in België. We halen nu ook al producten op in België. Aan de inkoopzijde zien we daar ook nog zeker mogelijkheden. Gaat het om verkoop van een product als Fortiboost, dan staan we aan het begin van de introductie. We zijn dit jaar begonnen met leveren van Fortiboost in België. Dat doen we tezamen met een aantal Belgische dealers die de lokale markt betreden en het product aan de man brengen. Alle producten die we hier verwerken vallen onder het GMP-keurmerk. GMP is Good Manufacturing Practices. Dat is een vergelijkbaar met HACCP. Toeleveranciers van ons die hebben dus dat certificaat. En zelf staan we in nauw contact met onze toeleveranciers. Met betrekking tot het inzamelen van de producten, vooral de houdbaarheid, speelt daar een belangrijke rol bij. Het belangrijkste wat wij kunnen bieden is kwaliteit en continuïteit. Als organisatie staan we voor een minimale kwaliteit en de service die erbij hoort. En continuïteit. Wij kijken niet alleen naar morgen, maar we kijken vooral ook naar overmorgen en de komende jaren. En dat staat heel hoog bij ons in de vaandel, de continuïteit naar de toekomst toe. Dus wij zoeken naar relaties waar we jarenlang zaken mee kunnen doen.